Hey dames en durfs, mijn naam is Joost en welkom bij mijn Battlefield 3 potje Conquest Domination op Scrap Metal. Het is iets randoms dat ik echt even in elkaar heb geflanst, want ik had eventjes wat gameplay nodig. Zodat ik even met jullie kon praten, want dames en durfs, ik ben weer teruggekeerd in het Hollandse Nederland. Wat? Dat is dubbel op. Ik ben weer terug in Nederland en dat betekent dat ik weer helemaal gereed sta om voor jullie de allerbeste video's te maken die ik uit mijn brein kan zuigen. En die mijn computer aan kan, want dat slaat helemaal nergens op. Maar in ieder geval, er komen weer video's op Joost speelt spellen. En niet alleen op Joost speelt spellen, maar ook op Joost streamt spellen, jongens. Want ja, er zit een mooie verhaal achter. Ik kom thuis van Italië. Ik ben 3 weken op vakantie geweest. En ik ben 4 weken weg geweest. Raar, hoe kan dat? Nee, ik was 3 weken op vakantie geweest. En ik heb het eerste weekend gelijk even lekker recorden. Maar boom, mijn PC was stuk. Dat betekent, want dat ik een... Ik moest laten repareren, dus ik was meteen naar de stad gegaan om te kijken wat er mis mee was. En ik kwam erachter dat ik mijn eigen CPU had gemold tijdens het schoonmaken van mijn computer. Jongens, wees er voorzichtig mee. Ik heb hem dus gemold. Maar dat maakt niet uit, want ik zat al een tijdje te wachten op een upgrade van mijn PC. En ik had het met mijn ouders over gehad, want ik was namelijk geslaagd voor mijn HAVO-diploma. En ik mocht voor €500 mocht ik voor mijn ouders een upgrade doen. En ik dacht, dit is het moment. Mijn CPU stond naar de kloten en mijn PC werkt niet zonder. Laat ik een upgrade doen. Dus ik heb nu een nieuw moederbord, een i7... en een SSD. Dus dat betekent dat mijn PC lekker snel is. En ik kan meerdere processen tegelijkertijd uitvoeren. En dat is heel handig om vooral te gaan livestreamen. Dus ik kan binnenkort in full HD en no lag livestreamen. En bijna elke game. Dat is super goed. Super kijk, klasse. Dus ik ga binnenkort wil ik weer Far Cry 3 Blood Dragon verder gaan spelen. Want daar was ik toen mee begonnen. Ik ga dan wel helemaal overnieuw beginnen. Want aangezien mijn PC is ontploft, ben ik al mijn saves kwijt. Dat is een ander verhaal trouwens, jongens. Sommige series, zoals Hell Yeah, zal ik helaas moeten stoppen, aangezien ik de saves kwijt ben. En dat een game was die ik niet had gekocht. Dus ik ben die saves van Hell Yeah kwijt. Als jullie nog willen dat ik ooit weer eens Hell Yeah ga spelen voor jullie, kan dat. En dan doe ik dat in een livestream. Dat is ook weer iets wat ik wil vertellen. Jongens, ik wil zoveel vertellen, maar ik weet gewoon geen volgorde aan te brengen hier. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, Black Mesa, dat is een serie waar ik achterover bezig ben sinds het begin van mijn kanaal. En ik dacht eindelijk, dit moet een keer klaar zijn, jongens. Black Mesa, ik ben er al te lang mee bezig. En het is tijd om een eind aan te breien. En wat ik wil gaan doen is, de laatste paar afleveringen van Black Mesa wil ik geen episode van maken. Maar wil ik gaan livestreamen. Aangezien het toch wel weer iets speciaals is. Ik ga de hele serie Black Mesa uitspelen in een livestream. En dan kunnen jullie hem live volgen als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Ik hoop het wel, want dat wordt awesome. En dat ga ik dan morgen doen. Morgen is het zaterdag 10 augustus en dat doe ik dan ergens in de middag. Dus hou er rekening mee. Eerste link in de beschrijving is de link naar mijn Twitch. Joost streamt spellen, ga me meteen volgen. Ga me meteen ook volgen op Twitter en probeer vrienden te worden met mij op Facebook. Misschien accepteer ik je wel, want daar zal ik al mijn updates gaan neerzetten voor als ik ga livestreamen. En ik ga heel veel meer livestreamen, vooral van de vakantie. Als ik natuurlijk niet hoef te werken, want ik werk heel veel. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk de 4e week dat ik alweer in Nederland ben, niet heb geüpload. Want ik moest heel veel werken en ik had wat probleempjes thuis. En natuurlijk met mijn computer. Maar als het niet werkt, probeer ik video's voor jullie te maken. En ik probeer zoveel mogelijk te livestreamen. En dat is super vet. Dus Twitter, houd Twitter in de gaten. Volg me op Twitch, want dat is het allermakkelijkste. En je kan heel af en toe, zal ik als ik iets groots in gedachten heb, bijvoorbeeld een grote livestream, wat wel belangrijk is voor jullie om te zien, zal ik ook nog wel een video op YouTube gooien. Dus jullie kunnen op allemaal verschillende manieren me volgen. En in de gaten houden of wanneer ik ga livestreamen. Ik zou dat doen als ik jullie was, want dan zijn jullie altijd op de hoogte. En ik zou het ook zelf super vet vinden als jullie bij mijn livestream komen kijken. Want een livestream is natuurlijk niks zonder kijkers. Want ja, voor wie doe je het dan eigenlijk? Anyways, dat is dus het livestream verhaal. Gaat super vet worden. En aangezien ik dus Black Mesa nu ga uitspelen in een livestream morgen, betekent het dat wij uiteindelijk uit de poll kunnen kiezen welke serie heeft gewonnen en welke serie ik dus ga spelen op Joost speelt spellen als nieuwe serie. En het was nogal overduidelijk waar jullie het meest op gestemd hebben. En dat is de Minecraft Adventure, de Minecraft Vanilla Adventure om precies te zijn. En daar ga ik dus ook mee starten. Als de Black Mesa livestreams afgelopen morgen, zal ik zondag waarschijnlijk de eerste aflevering uploaden van Minecraft Vanilla Adventure met Joost. En het gaat awesome worden, jongens. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Ik denk het wel, want die serie had volgens mij laatste keer dat ik checkte 50 stemmen. Dat is erg veel in vergelijking met de rest. Dus ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Minecraft Vanilla Adventure, hij komt eraan voor jullie. Speciaal op Joost speelt spellen. Blijf op de hoogte. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En ja, jongens, dat is het eigenlijk wel. Er komt geen Hell Yeah meer als jullie het willen zien.
zoals ik al zei, laat in de reactie achter en ik ga het misschien voor je livestreamen. Morgen, ergens in de middag, doe ik de Black Mesa livestream. En dan ga ik zondag beginnen met Minecraft, jongens. Dit wordt een geweldige vakantie nog. Ik ga heel veel meer video's uploaden als ik daar tijd voor heb. En natuurlijk heel veel livestreamen. Jongens, dit gaat awesome worden. By the way, ook binnenkort met deze game maand komt GTA 5 uit en Battlefield 4. Dat zijn een beetje de games waar ik op uitkijk. Ik ga nog niet meteen vanaf het begin een next-gen console halen. Dat komt allemaal later wel. Maar ik heb er zin in, jongens. Ik ga sowieso Battlefield 4 en GTA 5 halen, zoals ik net al zei. En die ga ik... waarschijnlijk ga ik GTA 5 voor jullie let's playen. En Battlefield 4 zullen jullie heel veel gameplay van zien. En sowieso ook heel veel livestreams. Ook bij GTA 5 natuurlijk. En jullie zullen ook veel meer zien met de jongens. Livestreams gaan trouwens ook heel veel Battlefield 2 en Project Reality worden. Dat zijn twee games die ik op het moment heel veel aan het spelen ben. En dus dat zullen jullie allemaal zien. Als ik livestream, zoals ik al zei, Twitter en alles. Volg me, boom. Je houdt het in de gaten en je zult mijn livestreams bekijken. Omdat ik awesome ben. Grappig jongens, bekijk hem wel. Dat zou ik super vet vinden. In ieder geval, bedankt voor jullie geduld. Bedankt voor jullie... concentratie eigenlijk, want ik ben best wel op dreef vandaag. Ik heb er echt zin in, jongens. Ik heb echt weer zin om het te gaan uploaden. Dus ik ben heel erg gemotiveerd om lekker te praten voor jullie en lekker te gamen. En ook al is dit een fucking faal gameplay van Battlefield 3, maakt niet uit. Ik had even wat nodig voor op de achtergrond. En ik hoop dat jullie genoten hebben, dames en dames. Tot morgen in de livestream voor jullie, als jullie komen kijken. Misschien ga ik morgen ook nog wel een video uploaden. Ik ga sowieso die hele Black Mesa livestream op YouTube zetten. Dat zal ik niet met elke livestream doen, maar wel met Black Mesa, aangezien het toch deel van mijn serie is. Dus jongens, tot morgen. Bedankt voor het kijken, dames en derps. En ik zie jullie allemaal in de volgende episode van Wat Ik Ooit Zal Maken. En later.